Dat is mijn stoel. Nee,
wortel dan? Paard weg! Wortel opgegeten! Niet boos op je worden. We zijn al heel blij dat je alle schoenen weer hebt teruggebracht. Maar welk lied zou je van ons willen horen? Of moeten we het zelf doen? Ik doe mijn Piet zijn. Oh, dennenboom! Piet had zingen toen je binnenkwam. En zullen we dat dan nog maar een keer zingen? Dat je ja, kan ja, ja, ik kan het. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen pakte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met een fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zijn kinderen schreef. Ik verhaal dat er in de achterwand een medeloontje zit. Ik dadelijk puzzels, blokken, zo in de schoen, zo. Hoep! Nou, nee, Piet, ik denk niet dat Sinterklaas dat bedoeld heeft. Ja, Sinterklaas zei je schoenen vullen. Hier, ja, maar... schoenen vullen. Schoenen vullen. Piet, Piet, Piet. Sinterklaas heeft gezegd, breng de schoenen terug. Ja? Heeft hij ook iets gegeven om in die schoen te doen? Ja, dus, moet ik even kijken, juffrouw Elsje. Een beetje vreemd anders, Piet. Het gaat allemaal... Nee, het gaat allemaal heel goed. Nee, ik wil je niet meeleven. Denk dat Piet hem uit de schoen gehaald. Dan nog van Sinterklaas. Ik wou het niet meer kunnen schouwen. Sinterklaas zeggen bij de looplangschool een hele mooie pak. Domme Piet, alles laten vallen anders. Ja, ik schoenvulling hebben. Weet je wel, ja. En waar ben ik dan? Ik ben dan.
kwamen vanmorgen op school. Ja, echt, hij dacht, wat is er aan de hand? Ik dacht, oh, al die moeders worden natuurlijk boos, want al die kinderen hebben mooie schoenen meegebracht. Maar ja, we zullen er niet meer over praten. Ik alles vergeten. Nou, maar nou schoenen toch weer teruggebracht. Maar we mopperen er niet meer over. We zijn al heel blij dat je wilt dat ze nu weer terug hebben. Ja, kinderbeleid zijn. Ja. Het is wel heel leuk natuurlijk, Piet. Dat je nou opeens op school bent. Eigenlijk is het veel leuker om nu de schoenen te vullen dan 's nachts. Want dan zien wij het nooit, hè, 's nachts. Nee. Want je hebt bij ons allemaal een keer iets in de schoenen thuis. Ja, overal. Ik daar niet vergeten. Nee, ik ook kindertjes allemaal in de schoen gedaan. Maar voortaan op school moet je ook gewoon de in doen. Mijn mag. Ja, ik geen rommel maak. Ik geen rommel gemaakt. Nee, ben nog. Nee, alles netjes gelaten. Ja. Sinterklaas en geen rommel maken. Nee, dat is en nou kindjes weer schoenen hebben, niet meer boos zijn op Piet. Nee, doen we niet, hè, jongens. Nee. Maar Piet, je ziet zeker wel die kinderen. Want we hopen wel dat we er nu een kleine doosje krijgen. Dat kan wel, hè? Niet vergeten! Nee, applaus voor Piet, dat is het niet vergeten. Oh, maak het straks pas allemaal tegelijk. Oh. Je bent nog even vergeten. Nee, niet vergeten. We zijn er! Oh! Ik alles vergeten. Doma, Piet. Piet, heb jij wel op de Pieterschool gezeten eigenlijk? Nee, ik moet verdomd zijn. Dat zie je wel, dacht ik al. Ik goed tellen. Ik goed schrijven. Ik alles van de week. Misschien kun je toch wel even meekomen naar school. Ik het hier zo gezellig vinden. Mag ik weer naar de kinders toe komen? Als Sinterklaas komt, mag deze domme Piet dan toch weer meekomen naar school, jongens? Ja! Yeah. Piet, welkom bij je reden. We hopen echt dat je komt. En mag ik iets vragen? Het is niet zo netjes om dat te vragen, maar als je vrijdag naar Sinterklaas komt, neem je dan nog een cadeautje voor ons mee? Juffrouw Els! Nog meer cadeautjes! Eigenlijk, want dan is het natuurlijk Sinterklaasjarig en dan hopen we dat we cadeautjes voor mij! Nee. Voor ons allemaal. De juffrouw wil graag een cadeautje en de juffrouw Liesbeth wil graag een cadeautje en de kinderen willen dan ook nog wel een keer een cadeautje. Dit is wel fijn leuk, maar dan is het echt feest, Piet. Ja, maar denk je niet alleen de domme Piet vrijdag bij de zin zijn, ook de hoofdpiet die cadeautjes hebben. Twee Pieten? Twee Pieten, ja. Dat wordt echt feest. Dan worden twee Pieten? Twee Pieten. En Sinterklaas, mag die dan een mooie verjaardag? Ja, maken? Ja. Houd nu nog. Nee, twee. Twee. Drie. Acht. Dat is weinig. Ja, dat is wel snel, hoor. Als Sint oud zijn, nog even slapen. Ja. Dan hier feest vieren. Zou je vast de groeten van ons doen? Ja, doe ik. Niet vergeten. En heb je wel onze tekeningen en onze appeltjes en zo? Heb je die wel allemaal? Aan paard, tekeningen naar de Sint. Alleen schoenen, fout. Oh, dat was het enige wat fout was. Ja, het enige wat fout was. Maar leuk, ik kan nou hier zijn. Feesten. Zullen we nog één lied voor zijn fiets zingen? Ja. Ja, ik weer verder. Juffrouw Els! Juffrouw Els, de kinderen! Piet, je zit achterstevoren. Oh! Ja! Blijkbaar
van het zusje van Sinterklaas. Nee, nee, niet van het zusje van Sinterklaas. Maar mijn zusje, we gaan hoor. Mijn zusje kreeg van Sinterklaas twee emmertjes van blik. Twee emmertjes van blik. En op een houtje juk en wij, wat was ze in haar schik? Wat was ze in haar schik? Piet, weet jij eigenlijk wat een juk is? Ja, juk, juk, juk. Juk, juk, nee, oh kriebels, kriebels, over een juk, 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 juk. Nee, nee, Piet, wil je ons anders vertellen wat een juk is? Juk moet je om je schouder doen, twee blikken opdoen. Dat je heel knap zijn. En weet je wat je dan kan doen? We gaan nu zingen. Nu speelt ze voor boerinnetje, haar handjes in haar zij, haar handjes in haar zij. Nu speelt ze voor boerinnetje, haar handjes in haar zij, haar handjes in haar zij. Boer in, boer uit. Piet, jij moet nog heel veel leren. Ik maar kan dan toch daarna daglopen. Kan je dat wel goed? Ja, ik houd die glijschoenen. Oh, die Piet toch? Ja. Nou jongens, ik wil hem verhalen. Zullen we maar tegen Piet zeggen bedankt en tot vrijdag? Ja. Ja, hè? Tot vrijdag, Zwarte Piet nog strooien!
gevallen, Sint. Nee, Sint zeggen, jij niet meer naar de loopbaanschool. Veel te veel troep. Dat hoopt wel een rol die niet zou komen. Nee. 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 Ja, wij weten heel erg. Zou ik dan ook maar geen rol om maken? Ja, ik zie het nou niet. Nee. Zwarte Piet eerst
Zwarte Piet niet te moe zijn, dan naar Sesamstraat. Er zijn nog meer Pieten. Ene naar de Sesamstraat, andere cadeautjes brengen, deze naar de looplang school gaan. Alle Pieten helpen. Ja, ja. De school ook. Ja, ja. Sinterklaas een mooie jurk aan. Ja, wij hebben ook nog een cadeautje aan Sinterklaas. En dan niet één Piet, maar er komen er twee Pieten. Nu ik naar groep van diploma. Nu speuteren. Piet houdt niet van nat water. Zo. Water veel te nat. Zwarte Piet houdt van droog water. Dat bestaat niet. Zwarte Piet water laten drogen. Zwarte Piet onder douche. Zo douche, douche. Droog water, droog, droog. Word je lekker schoon? Nee. Ik dacht niet goed was, hè? Wel. Even beter, broertje. Wel. Dat ik mee zing. Dat ik er zijn, kijk. Nou, het lijkt heel goed. Oh, wie heeft dat mooi gedaan? En Sinterklaas? Sinterklaas wil een beetje meer eten. Sinterklaas een beetje zo. Dikke billen, Sinterklaas. Oeh, niet vertellen, niet vertellen. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Nee, Sinterklaas, heel lief. Sinterklaas hoort dat. Nee, Sinterklaas. Nee, Sinterklaas, heel lief. Andere Piet is er. Ik vind Sinterklaas liever. Sinterklaas is lief. Maar ik zie hem toch vrijdag. Ik ga nu naar groep 3. Anders had ik die niet meer kunnen slapen. Zou de Klaas in de nacht weer schoenen vullen? Ja, want anders vergeet je dat. Ja, vergeet je dat. Ja, ik kom er niet bij. Ja, dan ben je zielig, zegt Janneke. Ik wil Sinterklaas wel iets geven. Dat is goed, zegt moeder. Wat wil je dan geven? Ik wil wel een warme sjaal voor hem maken, zegt Janneke. Ik kan al haken. Nou, dan moet je wel opschieten, zegt moeder, want hij is al bijna jarig. Maar Janneke kan heel vlug haken. Ze heeft een haaknaald en ze heeft wol en ze begint te haken. Het hele groep. Allebei tegelijk doen. Allebei hetzelfde liedje. Want nu is het zo lelijk. Maar ja, Jip wil alleen maar zingen Sinterklaas van Poentje. En Janneke wil alleen maar van Hoor die klok daar kinderen. En ze krijgen ruzie. En Jip schopt de schoen van Janneke om. En Janneke gooit de schoen van Jip door de kamer. En Aad hoort die door de kamer. Zijn jullie dan helemaal mal, zegt moeder Goos. Dat is een manier van doen. Wat
haast verdrietig zijn als hij dat ziet. Staat hij dan nu op mijn dak, vraagt hij. Nou, dat zou best kunnen, zegt vader. Ik ga even kijken, zegt hij, maar hij wil de straat oplopen. Nee, zegt vader. Hij pakt zich nog net bij zijn pyjama-jasje. Wat denk je wel? Het is donker en koud. Kom binnen. Nou, zegt hij, ik zal met jullie lezen. We zingen eerst als een kraakkoentje en daarna hoor je kraakkoentje. En dan gaat het goed. En Jip geeft Jannik een zoen en Jannik geeft Jip een zoen. En ze ruimen al het hooi weer op en dan gaan ze slapen. Zullen we ook die twee liedjes zingen? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam.